Daar staan we in de Primark. Zit je lekker daar met je benen onder de box? Dat ik soms extreme keuzes maak. Tomato seat. En dat is de stoel voor Rosa. Yoga. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 19. Ja toch? 19 juni. Ik ben Janneke van Huisje Wel Tevreden. Ik volg dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. Ik zag hem aangaan. Dat was Siri. Die moet zich overal mee. Het is een gasthouderopvangdagje. Maar je weet nooit hoe het loopt. Dus we gaan zien hoe we deze dag gaan invullen. Ik heb mijn ontbijt klaarstaan. Het ziet er zo uit. Een shake, koffie en een glas water. Nou, koffie om even wakker te worden. Een shake omdat ik het gewoon lekker makkelijk vind. En een glas water omdat het moet van de sportschool. Ik moet 2 liter water drinken. 2. Want ik was ernstig te weinig vocht. Terwijl ik wel die... Een liter lukt me tegenwoordig echt makkelijk. Want dat is wel heel wat. Maar 2 liter. Dat is echt wel veel, vind ik. Ik kwam neer op 10 glazen water per dag. Dus als je bij elke maaltijd en tussendoor je glas water, dan zit je al op 6. En dan moet je er nog 4 tussen proppen. Ja. En weet je, je moet ook heel veel naar het toilet en zo. En dat vergeten ze dan erbij. Hoe je dat dan moet oplossen. Hoe dan? Ik blijf lopen. Ik zie jullie later. Doei! En zo staan we in de Primark. In de lift. Kijk, we hebben het nou. We gaan even kleren shoppen. Sportkleren. En babykleedjes natuurlijk. Oh, het is helemaal veranderd. Dit was altijd het hoekje voor de meisjes. Weet je nog? Ja. Oh, dit vindt Tim echt helemaal geweldig. Nee, dat vindt Tim helemaal niet. Minecraft vindt hij leuk. Oh, deze gaat hij wel cool vinden. Als je die in zijn maat hebt. Oh, maar die is ook cool met Captain America. Maar wat, welke die is maat tof. Zal ik opnemen? Wat voor pak heeft hij? Ja, hij moet een broek eronder. Nee, maar blauw. Blauw. Ja. Blauw. Blauw. Kijk deze munthee. Zo met honing in zo'n heel schattig flesje. Schattig, hè? Fleur loopt hier te klooien met de fles. Ze moet het zelf doen, maar doet ze lekker niet. Nee, hè? Nee. En na de Primark, de kinderen uit school gehaald en nu zijn we hier aan het spelen. Ja, we zijn hier aan het spelen. Lig je lekker daar met je benen onder de box? Je duwt jezelf helemaal naar achteren. Rosa hier, Sanne daar. Hallo. En Tim is daar aan het chillen. Zijn jullie natuurlijk heel erg benieuwd wat ik dan bij die Primark heb gekocht. Maar dat zijn sportkleren. Ja, nou weet je, die laat ik jullie straks wel even zien. Ik ga eerst even zorgen dat we wat te eten krijgen zometeen. Of krijgen. Ga ik maken natuurlijk. Kleintjes wat te eten geven. En ik zie jullie later. Ja. Het is een beetje het spitsuurmoment, zeg maar. Wat ik wel even met jullie wil delen is, ik heb 2... kookboekjes gekocht. Deze leek me heel erg leuk. Tara's Styles kookboek. En die heeft meer dan 100 simpele gerechten die super leuk zijn om te maken. Gewoon gezond. Eet volgens je buikgevoel. Heerlijke recepten bij je nieuwe voedingsdriehoek. Dus. Er staat ook een hele uitleg bij. Zeg maar waar wat in zit. In welke voeding wat zit. En wat beweging, wat sport met je doet. En het is gewoon een beetje een compleet... Ja, naslagwerk, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd wat hier allemaal in staat. Om zo een eigen voedingsfilosofie te ontwikkelen. Want ik merk dat er nu allemaal discussies ontstaan onder de vlog. Het is zeker niet zo dat jullie me na moeten gaan doen in wat ik eet natuurlijk. Misschien zie je een lekker recept voorbij komen en denk je, nou weet je, helemaal top, ga ik nadoen. Dat ik soms extreme keuzes maak door bijvoorbeeld 2 smoothies op een dag te drinken. Ik laat niet alles zien, hè, wat ik eet. Want ik neem tussendoor ook een appel of wat weet ik veel wat. Dat vergeet ik dan te filmen.
Maar dat heb ik gewoon eventjes nodig om het effect ervan te ervaren. En zoals jullie in de vlog ook zagen, ik zat vol met energie aan het eind van de dag. Dat was het effect voor mij. Hoeft niet zo te zijn dat dat effect... Dus het is een disclaimer. Het hoeft niet zo te zijn dat het hetzelfde effect voor jou hebt. Er zijn mensen die gaan veel beter op vlees. Die gaan beter op de McDonald's. Die gaan beter op patat. Lekker salaten. Ja, ik ben op zoek naar mijn voedingsnieuwe levensfilosofie. Hoe ik de rest van mijn leven, of in ieder geval voor een periode dat ik me er goed bij voel, wil gaan eten. En is niet om af te vallen, is om me beter te voelen, lekkerder in mijn vel. Dat ik er vanaf val, helemaal mooi. Voor nu ga ik gebakken aardappeltjes maken voor de gastkinderen. Een hamburger erbij voor de gastkinderen. Voor mezelf een vegetarische burger. En ja, sla. Dat vinden mijn gastkinderen ook lekker. Ik zit jullie te dollen. Jullie moeten gewoon lekker je eigen keuze maken wat eten betreft. Ik vertel het toch alleen maar mijn leven. Neem het niet zo serieus, alsjeblieft. Oh, een hele grote doos. Wat zit erin? En het is van tomato seed. En dat is de stoel voor Rosa. Dus we gaan hem even uitpakken en kijken hoe die eruit ziet. En dit zat erin. Ja, Fleur is ook wakker. En ik moet nog even de gordels instellen voor Rosa. Maar het is een tomato seed. Hier kan Rosa lekker in zitten. Hé, Roos? We kunnen hem ook op een gewone stoel maken. Ja, dan doe je gewoon je benen zo chill. Even snel, we hebben een brullende Fleur de hele tijd. Sportkleren zijn aan. Ja, ik zie er nog niet uit. Duik moet nog weg natuurlijk. Maar sportkleren zijn aan. En Roosje nog even in de wagen. Ik ligt... Ja. Oh, en... we hebben geen toetje gehad. Oh, zijn we gewoon vergeten? Ja. Ah, morgen dubbeltoetje. Ja! En ja, ik ben, was deze op maat aan het stellen. Maar ja, Fleur was zo'n brullen. Om weet ik veel. En nu zit ze te lachen. Maar ze was heel ontevreden. Tim is zijn schoenen aandoen. Hij zit schrik te lachen. En ik neem jullie even mee onderweg. Ik denk niet in de sportschool, want dan mag ik niet vloggen natuurlijk. En dat was de eerste les body balance. Net even snel naar huis gereden, plastic weggegooid. En ja, het was een combinatie van pilates, yoga en meditatie op het laatst. Dat was nog het lekkerst. Dan mocht je op de grond liggen en even op je ademhaling letten en zo. Maar voor de rest, ik voel elke spier in mijn lichaam. Ik wist niet dat ik zoveel spieren had. Die niet aan het werk zijn. Zeker niet. Die nu wel in het werk worden gezet. Echt, zelfs mijn arm doet zeer om die camera vast te houden. Het is echt ongelooflijk. Maar wat lekker allemaal. Ik ga nu naar huis bellen uitlaten en de vlog even klaarzetten voor morgen. Dat heb ik nog niet gedaan. Het was natuurlijk een Primark dag. Dus ik heb niet heel veel kunnen doen aan een editen. Gelukkig had ik hem al wel vast geëdit. Maar nog even thumbnail maken en dat soort dingetjes. En dan staat hij klaar. Dus ik ga gaan snel naar huis. Dat was weer toppie. En er was een pakketje binnengekomen vanmiddag van Tastea. En dat is dus thee. Thank you for choosing Tastea. En een beker, denk ik. Heel veel rotzooi zit erin. Dus we gaan eventjes schrabbelen. Oké, hier weer een thee. Deze thee. Nog een thee. Nog een thee. Volgens mij heb ik gewoon weer dezelfde. Ik weet het niet zeker. Of er nog wat in zit. Je zal maar wat weggooien natuurlijk. Oké, de doos kan weg. Ik ga even... Oeh, er zit stof in. Ik ga even die fles uitpakken. Nou, dit zat er dus in die... Dit is dus die beker. Hij is dubbelwandig. Hij blijft koud aan, als goed is koud aan de buitenkant en warm aan de binnenkant. Zodat je thee warm blijft. En omdat die thee is losse thee... Deze heeft een filtertje erin. Dus als je drinkt, dan komt het niet in je mond. Hoef je niet met zo'n bolletje rond te lopen. En je hebt dus een thee voor in de... Dat is een detox thee. Evening. En je hebt eentje voor in de morning. Ik zag het voorbij komen. Ik denk, laat ik het eens testen. Ik ga het voor jullie testen. Het is 30 dagen. En ik ga jullie mijn bevindingen delen in de vlog. En nee, het is niet weer een... opvlieging, Janneke, om detoxen of zo. Nee, helemaal niet. Ik wilde gewoon graag even dit testen. Je hebt nog veel meer smaakjes. Je kan er ook ijstie van maken en zo, zag ik.
Maar ik drink gewoon ontiegelijk veel koffie op een dag. En dat moet gewoon minder. En ik denk gewoon dat met thee, echt lekkere thee, dat moet lukken. En de Lipton Ice Tea is ook wel lekker, maar dit is misschien gezondere thee. Ik zal hem even eentje openmaken. Zal ik even laten zien, want ik had het bij Lynn trouwens gezien. En het leek wel een bos hout wat erin zat. Maar ik zal het even laten zien aan jullie, dan ga je lachen. Dat is echt thee. Vet jammer dat jullie niet kunnen ruiken, maar deze ruikt een beetje naar sinaasappel. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. En deze, ja, het is een ondefinieerbaar geurtje. Het lijkt wel wiet. Dus ik ben benieuwd wat er hiermee gebeurt. Of ik stoned word of zo. Lekker chill. Dus ja, dat is mijn Testea-test. Ik heb die thee er nu in zitten. Nou, het beslaat een beetje, maar even kijken hoor. Dus die doe je dan open. En hieronder zit dan een filtertje. Ik weet niet of je het kan zien. Die houdt dan de thee tegen, zodat je kan drinken. Maar het lukt wel een beetje. Ik denk dat ik hem niet helemaal goed dicht heb. Dus we gaan testen. Die thee is echt ontzettend lekker gewoon. Je wordt er lekker loom van of zo. Een beetje van ontspannen. Ik weet niet wat erin zit. Ik zei toch van het lijkt wel of er wiet in zit of zo. Maar je wordt er in ieder geval. Hè? Je wordt er in ieder geval een beetje loom van, moe van. Of het komt van het sporten. Dat kan natuurlijk ook. Net Bella even uitgelaten. Een stukje gelopen met haar. En nu tijd om onder de douche te duiken. Het bed op te zoeken en morgen nog één gastouderopvangdagje, want donderdag ga ik iets heel anders doen. Stay tuned, vertel ik morgen weer over. Dus, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk, doe dan een blauw duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks en kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!